Ja! Zwembad Plons in Vries heeft ruim een 500.000 euro opgehaald voor een grondige renovatie. Zwemster Ranomi Kromowidjojo, sportverslaggever Herbert Dijkstra en oudschaatscoach Gerard Kempkers zetten zich als ambassadeurs in voor het zwembad. Plons is het zwembad van koninklijke fysio De Brink in Vries. Dagelijks zwemmen er patiënten met een meervoudige beperking. Het zwembad is aan vernieuwing toe en daarvoor is zo'n 7 ton nodig. Voor nu is het volgens mij wel echt heel erg mooi, heel groot bedrag. Dus laten we hopen dat er nog wat bij komt.